bei frohen Zeiten. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Welkom mensen bij weer een uitzending van Schön ist die Jugendzeit. En vandaag gaan we het hebben over Theo, opa's en oma's. Ja. Heel belangrijk, ja, dat we eerlijk zien. Uiteraard komen in dat programma ook mama's en papa's over de buurt lopen. Zeker. Natuurlijk. Hè, dat discrimineren we... Nee, hè? Absoluut niet. Ja. Maar dat is maar opa's en oma's, die stunt centraal. Ja. Wat dat betreft. Want het is toch het speciaal, zie je opa of oma worden of zijn natuurlijk. Zeker. Is toch een speciaal. Ja, ja, ja. Zo, ik weet niet wie vaak stig opa is. 5 keer opa. Oh, dan stond hij toch ietsjes een staffeltje hoger. Ik 6 keer. Oh, dat is ook goed. Je moest ook heel veel kleinkinger hebben. Ja. Want ja, als ze later verzorgd wil worden, moeten de kleinkinger bij de gaan bedstoen. Want daar is dadelijk aangeschreven. Nou, nee. Zorg maar goed voor veel nakomelingen, zou ik zeggen. Dan ben je dadelijk sociaal, maatschappelijk ingedekt. Ja, je hebt zichzelf een goede verzekering, vind ik zelf in ieder geval. Ja. Goed, Theo, ik denk dat we genoeg gekletst hebben wat dat betreft. Laten we beginnen met een liedje. En wel 80 rode rozen voor omaatje lief. Ja. Ooit gezongen in 1969 door Wilma. Morgen wordt mijn oma 80 jaar. Maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven. Ik had toch haast een gulden bij elkaar. 80 rode rozen voor oma lief. O, die zou ik haar graag willen geven. Ik zou een heel mooi liedje, Jacques, constateer ik. Met betrekking dus dat de opa en oma had ik toch nog een mooie anekdote, die had ik dus van een kennis van ons gehoord. Vertel. En dan word ik toevallig op bezoek, het smorgens, en ik kennis zegt, vanmiddag kreeg ik de kinger op bezoek. Ze zegt, wat is het schöne, dat is die kinger op bezoek komt. Zegt ze, ik vreug me eigenlijk 2 keer, als ze komen en als ze gaan. Ja, er zijn over opa's en oma's, er zijn ook statistieken van gemaakt en dat heb ik ergens gelezen. En het bleek dat 64% van opa's en oma's de kleinkinger gemiddeld 7 keer in de maand zien. Bij mij is dat bijna 7 keer per week, maar goed, gemiddeld is dat 7 keer per maand in Nederland. Dat is vrij hoog. Dat is dag en aardig gemiddeld. Ja, dat had natuurlijk ook wel te maken, ik zit in de omstandigheden, voor het even persoonlijk te doen. Ik ga dus in een kleinzoon wonen in Amsterdam, ik ga in Maastricht wonen, in Sittard. Hè. En 2 woonden dan, meerdere woonden dan hij in Landgraaf. Dus die 2 die... boete in Landgraaf wonen, die zien ik het minder. Die zuster het minder, ja. Dat is toch helemaal, ja.
eigenlijk helemaal spijtig. Hè? Ja, dat is jammer. Dat is helemaal leuk, mensen, ja, kleinkingen, ja, over de vloer, Chris. Ja. Dat klopt. We hebben het net over oma hebben voor een liedje laten huren. En ik wil Wilma nog een keer voor het voetlicht halen. En met een liedje over opa. En dat zingt Zou het erg zijn, lieve opa. Dat wordt een liedje samen met vader Abraham, Jacques. En dat 98% van de grootouders, die zorgen dus voor kleinkinderen op een of andere manier. En dat doen ze dus in de meeste gevallen ter ondersteuning, dat de ouders dus ontlast werden, want we zitten dus in die 24-uurs economie. En ja, dan werken vader en moeder. Ja, maar ik vind dat percentage van 98% enorm hoog. Dat vind ik erg hoog. Ik hou dat niet verwacht, dat zo hoog wordt. Ja. De huur is wel helemaal links en rechts van verzorgen voor de kleinkindjes en weet ik wat. Maar
dat zo hoog wordt, 98%, dat is... Je kunt eigenlijk een beetje onwaarschijnlijk duren. Ja, ik vond dat ook heel erg hoog. Ja. Maar goed, dat deze natuurlijk voor de kinger, voor Dunt te ontlasten. Dat zei ze ook net, hè, van, we gaan voor de kinderen Dunt voor dat, letten we op. En dan zullen onze kinger, zullen ons ook door dankbaar voor zien, denk ik, dat voor dat Dunt. Hè, zullen alle opa's en oma's dankbaar zien. En vader Abraham had dan ook een mooi liedje over gemaakt. En dat kent u ook, dat liedje van vader Abraham. Bedankt, lieve ouders. Ja. Waar mijn wiegje heeft gestaan, is niet ver hier vandaan. Heeft geluk me omringd al die jaren. Tussen bloesem en bomen kon ik zorgeloos dromen. En geluk kon ik daar al gaan sparen. Het was op een heel klein station, waar mijn leven toen begon. Ik leerde daar van mijn ouders toen lopen. Daar vertrok toen mijn trein, ik moet er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders, voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed, wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn wiegje in uw huis eens mocht staan. U had om mij wel eens verdriet, maar dat weet een ander niet. Toch bleef u van mij altijd houden. En ik kreeg van God een lieve vrouw en een kind waar ik veel van hou. Waar ik samen mijn leven mee bouwde. En ik denk weer terug aan dat station, waar mijn leven toen begon. Waar de trein voor het eerst toen ging rijden. We kenden vreugde en pijn, maar ik zal er dankbaar zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders, voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed, wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn wiegje in uw huis eens mocht staan. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders, voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp pas goed, wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn wiegje in uw huis eens mocht staan. Ja, vader Abraham had prachtige liedjes gecomponeerd. Absoluut. En Heintje had een liedje gezongen, Omaatje Lief. We gaan nu kijken naar Heintje met het liedje
Omaatje lief. Ja. Omaatje lief, blijf alstublieft heel lang bij ons, net zo lang als u leeft. U hoort bij mij, u bent van mij. Niemand als ik die zo'n omaatje heeft. Ik heb een lieve oma. Zeg mijn mami dat oma mij verwend. Dan glimlacht oma even en geeft mij wel een zoen. En zegt dan tegen mami, ik kan het nu nog doen. Omaatje lief, blijf alstublieft. Zij door mijn haren en zegt dan tegen mij, eens was jouw lieve papi precies zo oud als jij. En als mijn mami boos is en daarvoor reden heeft, dan knipoogt oma even, omdat zij mij vergeeft. Omaatje lief, blijf alstublieft heel lang bij ons, net zo lang als u leeft. U hoort bij mij, u bent van mij. Niemand als ik die zo'n omaatje heeft. Ja, Theo, Heintje, dat is altijd, altijd prachtig om ja. te blijven huren. Hè? Ja. Dat is keurig. Daar komen nog herinneringen boven. By the way, de statistieken laten ook zien dat 62% van de opa's en oma's vindt dat de klinkkinger zorgen dat ze zich jonger voelt. Dus door het feit dat de klinkkinger bezig zijn, ja. voelt ze zich een stuk ja, jonger. Ja, dat zou kunnen kloppen gezien het feit dat zich de kleinkinderen op bezoek aan, dan voert ze een heel ander gesprek met de jeugd dan wanneer ze dus onder leeftijdsgenoten zijn. Maar ik denk ook dat ze een stukje actiever bezig zijn. En de die kinderen die vragen natuurlijk hetvandig en door de gewies een stuk actiever. Ik heb dat net ook mogen constateren bij het zorgcentrum in Schaarsberg, waar dus kinderen van school, op bezoek komen bij de senioren. Ja. He, die houden dan in de dag, een seniorendag wordt het dan voor die kindertjes. En die doen daar allerhande spelletjes en er wordt gekluurd en er worden verhaaltjes verteld. En dus ook de senioren die dus in dat zorgcentrum zitten, die zorgen ze opleven. Die zorgen ze opleven omdat die kinderen door hem lepen. Dat wordt gewoon fantastisch om te zien. Ja. We gaan eens even kijken wat het volgende liedje is. En dat wordt Paul de Leeuw en Marco Borsato zingen het liedje Opa. Stop, Marco Borsato! Hé, daar is die. Ja. Leuk rood jasje heb je aan. Gaan we iets samen zingen, Marco? Vind ik een goed idee. Iets voor jou. Ja, een oud nummer. Vroeger zat ik uren op de stoel bij opa. Hij vertelde me dan altijd een verhaal. Of we gingen samen naar de golven kijken. En de mensen kenden opa allemaal. Ja, ik weet nog hoe we konden blijven lachen. Op een hondje dat daar speelde. Op het strand.
en dat zomaar naar de golven ging staan blaffen. Of wou vechten met een weggewaaide krant. En zo liepen we vaak zonder wat te zeggen. Lange einde, heel gezellig, hand in hand. En dan keek ik om en zag mijn kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zand. Maar loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet mee. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte pop. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaapt ze nooit meer op. Duizend golven spoelen over opa's stappen. Het zijn alleen mijn eigen voeten die daar staan. Maar ik ken nog zijn verhalen en zijn grappen. En ik weet nog wat ik met hem heb gedaan. En zo is opa toch een beetje blijven leven. Want herinneringen raak je nooit meer kwijt. En hij heeft me zoveel goede raad gegeven. Dus hij blijft gewoon mijn opa voor altijd. En zo liepen we vaak zonder veel te zeggen. Lange einde, heel gezellig, hand in hand. En dan keek ik om en zag mijn kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zand. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet mee. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte pop. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaapt nooit meer op. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet mee. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte pop. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaat ze nooit meer om. Dames en heren, Paul de Leeuw. Dank u wel, Sato. Eén op de drie kinderloze senioren, hè? Vind het jammer, dus dat ze geen kleinkinderen rond. Dat kan ik me bij ja, voorstellen. Ja, ja. Net terugkomende op het eerste eerder gemaakte opmerken. Echter, 4 van de 10 kinderlozen vervullen de opa- en omrol voor andere familie, vrienden of kennissen. Daar blijkt uit dus dat met name de ouderen toch een hang hebben naar die kleine kinderen. Ja, dat is, laten we eerlijk zijn, Theo, het is gewoon een verrijking. Hè? Men die over de vloer komen, hè. Dat is gewoon zo. Dat brengt leven, ja. Leven in de boer. Leven in de brouwerij, zoals ze dat zagen op de Limburgs. Nou, we hebben net dat liedje voor opa gehoord. Er is nog een liedje over opa gezongen. En dat wordt in de prachtige musical Vreuger, hè, of wat op de televisie voor in het liedje Ja, zuster, nee, zuster. En toen wordt de Gleen Jongewaard wordt gezongen, het liedje over mijn opa. En heden ten dagen had men dat nog een keer op Nuits gedaan, dat liedje. En dat worden de dikdakkers die dat hebben opgepoetst. En we kunnen nu kijken naar het liedje Mijn opa. En lieve mensen, waar zijn die handen? Ik weet nog wel de spelletjes die al.
Dat origineel is gezongen door Leen Jongewaard. En dat komt toen uit de serie. Hè? De Ja, zuster, nee, zuster Sjaak. Exact. Waar blijft de tijd? Hè? Dat is misschien 45, 50 och, jaar geleden. 50 jaar, 60 jaar geleden. Ja, hoe lang is dat al over de bühne gelopen? Televisie kwam op. Maar De Luc had er nog een uur voor. Dus dat betekent dat het toen dat een hele mooie serie was. Ja. En dus terecht was dus eerst, waar blijft de tijd? En ja, dat kan ze eigenlijk maar één ding zeggen. De tijd dringt. Ja, ik zou ook de tijd graag drinken, maar het zit weinig in het glas. Hè. Ja. Wie voor het glas hebben en wie voor drinken. Ja. Vult me in dat Toon Hermans ooit een super liedje gemaakt had over twee senioren die in het cafeetje een partijtje biljart dogen. En dat liedje heet de Café Biljart. En ik heb door op YouTube een prachtige opname gezien uit een tour van Toon. Toon al overleden. Ja. Hè, en toen had men een tour van Toon gedoord. Dat is in mei 2014 geweest. En Philippe Paar had toen dat liedje Café Biljart gezongen. Ah, en de kinderen van nu nog kijken. Over vriendschap. Oma Arie was ongeveer 80. Oma Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, het kleine café. En ze hielden van sarren en plagen als ze samen biljarten, die twee. Café Biljart, Café Biljart, klein stukje groen voor het eenzaam hart. Het schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokkie. Al heesen ze niet meer zo snel. En ze keken niet eens op hun klokkie. Zo gingen ze op in hun spel. Van het laken, daar leken ze jonger zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café Biljart, Café Biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari. Willem stond al aan de touw. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. Dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging. Café Biljart, Café Biljart, klein stukje groen voor je eenzame hart. Het schuifje zegt klik, het balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik.
Ja, we gaan even terug, Sjaak, naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Een liedje dat bijna 100 jaar geleden gezongen wordt. En doe het toch het meer van? Nou ja, doe het toch het meer van. Dat heet, dat liedje, dat heette Mijn oma veert motorrad. En ja, Giekeren denkt dan aan de carnaval en dat het onlangs ja, was. Ja. Maar ja. Dat liedje is echt al 100 jaar oud. En dat wordt gezongen door Dennis Witbach en zijn Schellach-muzikanten. Wat is Schellach? Schellach. Ja, wat is Schellach? Dat moet ik even uitleggen dan. Schellach, dat worden de eerste grammofoonplaten die ooit gedrukt zijn in de jaren 20, 30 en die tijd. Die worden van het materiaal Schellach. En dat, die worden ook breekbaar. Wordt dat kunststof of zo? Nou, dat, welke vorm dat ook. Ik denk dat het een eerste voorloper wordt. Maar dat worden hele breekbare platen wat dat betreft. En dat worden, dat heet de Schellach. En daar had hij die muzikanten die erop metspelen. Had de Schellach-muzikanten genoemd. Dus laten we even terug gaan, 100 jaar in de tijd, mijn oma veert motorrad. Motorrad, Tante nicht in Basen, Schwiegermütter Großpapa, sieht man heute rasen. Doch wenn meine Oma fährt auf dem Motorrädchen, dann schreit die ganze Welt, nanu, dieses alte Mädchen. Meine Oma fährt Motorrad, ohne Bremse, ohne Licht. Ihre Hupe ist gestohlen und der hintere Pneu nicht dicht. Ihr Benzintank leckt bedenklich und der Auspuff knallt und kracht. Aber lustig fährt die Oma durch die laue Sommernacht. Fährt Motorrad ohne Bremse, ohne Licht. Ihre Hupe ist gestohlen und der hintere Pneu nicht dicht. Ihr Benzintank leckt bedenklich und der Auspuff knallt und kracht. Aber lustig fährt die Oma durch die laue Sommernacht. Ja, Jacques, we gaan terug naar het heden. Nou, vandaag de dag, ja. Ja, er werd wel eens gezag en ik geloof er nog wel, bij ons is dat ook zo. Tot van oma en opa, eigenlijk alles mag de kleinkinderen. Ja. Als je die ervaring ook... Vaak weer door gezag van oma mag alles. Ja. En dat, ja, bij mij geen mis dat zo dat men vaak zegt van opa mag alles. Ja, ja. Ik ben dan degene die helemaal wel toegierde. Ja, en die kinderen gaan komen zeuren voor dit of voor dat. Dan is het eerste van hup, laat maar gaan. Ja. En misschien moet ik toch wel eens zelf u voor zingen. U voor van opa mag alles. Sjaak, burgemeester Prik zag eens in een eerste raadsvergadering waar mevrouw Mol bij zoet. U duidt mij niet euvel, dat is erg Nederlands, maar dat geeft toch de luisteraars en de kijkers toch niet aan hoe dus tot toe op een gegeven moment het ging zingen. Maar laten we dan Corrie Konings dan zingen het liedje van Oma mag alles. Van alles wat moeder vaak verbiedt.
waar zij nog van geniet. Als een moeder soms heel boos is en haar kind de les eens leest, dan zegt oma vaak verwijtend: ben jij zelf zo braaf geweest? Van oma mag alles wat moeder vaak verbiedt, want oma doet meestal alsof zij iets niet ziet. Van oma mag alles wat moeder vaak verbiedt, haar kleinkind is alles waar zij. Ja, Sjaak, met goed vinden zou ik Geer Jantje Smits, overigens vind ik dat een zeer gewaardeerde zanger, die had een mooi liedje geschreven of gezongen, op zijn minst dus, over oma. Opa en oma, fijn mee afsluiten, laten we genieten van Jan Smit. Oma, ik zing dit lied voor jou alleen. Een dag vertelde mijn lieve oma dat zij op weg ging heel alleen. Voor haar allerlaatste reis naar een heel mooi paradijs. Ze zei nog: lieve jongen, als ik daar aankom, zing jij dan. We'll be right back.
daar thuis logeren met al mijn vriendjes. Wat was dat toch een mooie tijd. We speelden Scrabble en Yahtzee en altijd deed mijn oma mee. En we zongen samen de mooiste liedjes die oma kende van wellicht. Maar haar mooie stem klinkt nu niet meer. Dames en heren, wat zingen we dan? Jan Smit, altijd prachtig, Theo. Hè, maar... Een zeer begaafde en beschaafde stem. Absoluut, hè? Absoluut. Ja. Wat ook fijn is om kinderenschet te laten zingen, u voor opa en oma. En daar heb ik op YouTube Kinder voor Kinderen, hè, de bekende Kinder voor Kinderen, muzikale serie die regelmatig op tv komt, hebben voor kinderen, die zingen dan Mijn Oma. Stop!
stoppen, niemand die haar tegenhoudt. Want een oma is wel 80. Ja, de oma is wel 80. Echt, mijn oma is wel 80. Maar het is nog lang niet oud. Ja, Jacques, nou dit liedje had ik daar eigenlijk niets aan toe te voegen. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik wil nog het toevoegen. Doe wel eens nog toevoegen. Jazeker, namelijk de Limburger Ben Verdellen, die had een liedje gemaakt over oma en dat past, over opa en oma, dat past heel goed in deze tijd. Laten we kijken naar Ben Verdellen met zijn liedje over opa en oma. Samen stappen, op pap en mam die doen het als het kan. Een babysit bestellen, ze hoeven maar te bellen. En rooi dan oma en zwikken tot aan. Oma en opa, als die zomers op ons pas, zien we echt in onze sas. Chips en meer van dat. Dan kriegen we sjoepjes en ganse tuit vol snoepjes. Dan hoeven we een dier nog pas naar bed. Oma en opa, als je zoveel op ons pas, zien we echt in onze sas. Klappen, dan gingen pap en mam de laatste keer. Lottie maar hield veel kieren, gezellig vier schoon vieren. Van opa en van oma maak veel meer. Oma en opa, als je zoveel op ons pas, zien we echt in onze sas. Zo, Theo. Ja, Jacques, het is weer mooi geweest. We moeten gaan afsluiten. Ik heb weer af en toe het traantje moeten wegpinken. Ja. Dat heb ze gezien. Ja. Dan gingen we weer, maar we hebben aardige liedjes over opa en oma kunnen laten huren. Ja. Beste kijkers en luisteraars, voor zo de keer willen afsluiten met de mededeling. Bis bald. Und auf Wiedersehen. Jetzt muss ich von dir gehen, in Gedanken.
Schatz, das weißt du ja. Weil wir uns so gut verstehen, sag ich bis bald, auf Wiedersehen.